Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de schoenen aantrekken en passen natuurlijk van Maria Tesselschade die ze gevonden hebben. Daar hebben ze een replica van gemaakt en die krijg ik dus dan straks. Nou, het is eigenlijk wel een mooi verhaal, want er is één schoentje gevonden op de plek waar Bert Waardijk, we zitten nu in zijn schoenenzaak, maar die had eigenlijk een schoenenzaak hier aan de Lange Straat, ietsje verder weg, tijdens de nieuwjaarsbrand. In 2015 is dat hele pand afgefikt en toen hadden archeologen natuurlijk eindelijk de kans om te kijken wat er dan onder zat. Nou, het schoentje dat gevonden is, dat kwam er natuurlijk helemaal onder de modder uit en heel erg, het was heel fragiel, maar het was toch wel heel duidelijk te zien dat het een schoentje was, hoe het gemaakt was. Dus dat hebben ze heel voorzichtig schoongemaakt en natuurlijk aan de schoenmaker gegeven waar Bert mee samenwerkte, René. Maria Tesselschade was een vrouw geboren in 1594. Zij was kunstenares, zangeres, dichteres, glasblaaster. Ze was artistiek, creatief, brutaal. Ze sprak Frans en Italiaans. Een sterke vrouw en die heeft ook heel veel betekend voor de vrouwenemancipatie. En dan denk ik, jeetje, die tijd, dat was een andere tijd, man. 5 eeuwen terug waren vrouwen gewoon huisvrouw, punt. Je was helemaal niks. De schoen van Maria Tesselschade, zoals die gedragen is, is een zeer bijzonder exemplaar. Waarschijnlijk op haar tochtjes naar het Muiderslot of hier door de binnenstad van Alkmaar, waar ze 30 jaar gewoond heeft. Heel bijzonder. Schattig, die of nothing. Past echt perfect bij deze jurk, het is echt zo grappig. Het is heel bijzonder om in haar schoenen te mogen staan. Ik vind het fijn om in die lijn van vrouwen aan te mogen klinken. Zo ijdel ben ik er ook nog wel. Ze zijn heel comfortabel, heel erg mooi. En ik denk, het is alleen maar geestig dat zij gewoon ook zoiets gedragen heeft. En naar de voeten heeft gekeken en gedacht, leuk hè, kan ik heel goed hebben.